Yo, welkom bij Autoplay Games. Vandaag gaan we een nieuwe serie starten met Rollercoaster Tycoon 3. Ik had het spel een tijdje gekocht, ik dacht in 2008 ergens. En ja, ik vond het een redelijk leuk spel en ja, ik vond het wel de moeite waard om er een let's play van te maken. Ja, we zullen eerst met een moeite, dacht ik. Meer. Dat is altijd wel leuk om te doen. Speler 1. Wow. Voor mij goed. Nou, dat is al een tijd geleden dat ik dit nu eigenlijk heb gedaan. Een jaartje toch. Nou ja, goed. Laat ik me eerst iets voorstellen. Ik ben dus Davy. Ik ben 16 jaar. En ja, ik speel redelijk veel games. Minecraft, Rollercoaster Tycoon 3, Rollercoaster Tycoon 2. Wat ik zelf eigenlijk nog baziger vind dan dat hier. Omdat dat echt... Allee, dat is nog echt ouderwets hoe dat was. Dat is echt nog cool, maar die vind ik, deze vind ik ook wel nog wel leuk. Dus. We zullen eerst met het scenario starten. Hè. Vanilla Hills vormen het begin van je razendsnelle stijging of daling van je status als Rollercoaster Tycoon. Bla 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 bla. Stad. Ja. Right. Laten we het gewoon doen, ook al snap ik er geen bal van. Ja, dat is wel een beetje irritant aan het spel, dat het altijd zo lang moet laden. Al ja, ik heb wel een snelle computer, maar ja, dan nog. Maar ja, het is wel de moeite waard. Dit spel dus. Het spel is uitgekomen in 2004, dacht ik. Ik vind eigenlijk wel dat het nog best wel mooie graphics heeft voor die tijd. Maar ja, toch. Dat is toch al 8 jaar geleden nu. Bijna 9 zelfs. Nou, wat is ons doel eigenlijk? Wat moeten we doen? Bezoekers in het park 400. Minimale waarde 20.000. Ja, mooi dan. Zo te zien hebben we al 2 attracties. Nou, dat is goed. Maar ik kan niet zelf meer veel bouwen. Zo eerst deze hier pakken. Nou, die is. Een goede wachtrij. Want. Oh ja. Oh, kom aan, Pega weg. Want ik heb hier al gezien dat hier wel toch ook al soms een lange wachtrij staat. Dus ja. Oké. Okay. Moeten we eerst eens testen. Wat gaan we noemen? Enterprise. Dat is zo. Ik dacht aan Inferno. Dan moeten we het wel rood maken. Voor ja, pas beter. Zo rood. Oh. Ah. Voor wat is dat dan? Lichten. Nou ja. Voilà, getest en open. 2 euro, ja, dat lijkt me goed, want de meesten zijn hier wel gierig, hè. Dus dat lijkt me goed. Duikelaar. Nou, we zullen misschien. Nou, hoe krijgen we meer bezoekers in ons park? Eventjes zien. Misschien nog een attractie bijbouwen. Hè. Ik wil wel eens een achtbaan bouwen, want. Compact omgekeerde achtbaan. Dat lijkt me nog iets leuk. Daarmee kun je direct heel wat. Ja, kun je direct die parkwaarde mee halen. Dus. Oh, ja. Laten we eerst beginnen met de... Ik denk dat ik het niet helemaal volledig ga maken. Dat gaat te veel plaats innemen. Dus laten we er een shuttle van maken dan. Zo. Eens kijken. 31 meter. Maar dat lijkt me goed.
Als dat 21 is, dan zal dat normaal goed moeten zijn. Ah, oh, kom aan, P. Kom aan, kom aan. Dan mag ik gerust alcohol. Goed genoeg voor mij. Eens testen. 3 karretjes, dat is veel te weinig. Kan er bijna geen... Dan kan er bijna geen volk op doen. ja, juist. Hadden jullie nog niet door dat dat wel die kant moet opgaan en niet zo? Want, oh, ik moet dat weer zelf instellen, ja. 72. Ja, dat is nu ook wel niet de bedoeling dat. Hadden we wat effe. Ah, kom aan. Wat is dat? Schilden en speren. Nieuwe attractie. Oeh. Oh shit. Oh, kom aan. Nee. Oh, kom aan, P. Ja, dat is al een heel goed begin, hè. Een heel goed begin. Heel tof. Kom maar. Dat is echt... lijkt me al lelijk vol hier. Dat ziet er goed uit voor mij, toch? Want we laten hier ook een beetje verven, want dat ziet er niet uit. Ik denk dat we het nog één en hoger moeten maken, want... gaat te traag. Zullen we alvast een naam geven? Vertigo misschien. Dat zal goed passen. Wow. Ja. Ja, we hebben het al voor. Ah, oh, kom aan. Ik moet zeggen, voor mijn eerste achtbaan ziet hij er wel tamelijk realistisch uit. Want ik heb al achtbanen gemaakt dat echt op geen klote trekken. Maar nu... Allee. $78 maar per uur. Maar dat is een goedkope attractie. Dat is maar... €30 meer dan deze Enterprise hier. Nu hoop ik wel dat hij nog terug kan komen, want gaat hij nog terug? Zo te zien wel. Ja, hij komt terug. Goed. Nou, allee. Alvast een ingang bouwen. 306 bezoekers. Wacht, wacht eens even. Ik dacht dat hier ergens... kon je hier niet ergens een reclame maken? Ik dacht het wel. Reclame. Een lening van 5000. Dat moet je meteen maar terugbetalen, want dat kost mij toch alleen maar geld, die rente. Maar ja, voor die achtbaan zullen we het misschien toch. Maar ja. En eigenlijk, ik snap hier eigenlijk wel niet een nut van. Wat is hier nu? Allee. Hier staat niks, dat is wel goed voor een bos of zo, maar toch niet voor een attractiepark, allee. Dat vind ik echt wel niet passen. Misschien dat we dat gaan slopen, hè, want het pakt allemaal veel plaats in. En... ja. Ik ga het misschien wel eens checken. Verwijderen. Ja, dat weten we ondertussen al. Eén monteur en hij... Eén monteur. En hij is blij, dus dat is goed. Hoogvlieger. Dacht ik, was die naam hier? Ja.
wel zeggen, het spel heeft wel goede graphics en zo, maar. Allee, hoe dat die mensen eruit zien. Dat is precies. Allee, ja, zoals in Minecraft. Alleen dat ze nu niet blokkerig zijn. Dat is wel. Ja. Dat is wel een minpunt eigenlijk, maar ja. Is die. Maar, zijn goed. Ziet er goed uit, resultaten. 86 km per uur. Nou, ja, dit is zo'n basic achtbanen. Misschien dat ik, als ik het weer gewoon ben, weer betere achtbanen kan bouwen, want dit is toch wel een beetje. Ja. Dat is hier wel wat klein, vind ik. Kunnen we. Ja, nee, dat staat hier weer in de weg. Oh, kom, ga weg, jongen. Laat me met de rust. Wat hebben we die stomme meldingen? Ja. Ik heb een beetje last van mijn keel. En wat verkouden, maar. Ja. Het gaat iets beter, maar toch. Blijf ermee hangen. Dat zullen jullie al gemerkt hebben. Ja, we gaan die openen. We gaan hier. 6 euro, 6 euro. Dat vind ik. Oeh, en nu is die ineens 94. Ja, jong, afzetters. Hey. Dat is ook. En hier komt geen volk meer. Misschien. Allee, kom aan, mensen, ga naar die jachtbaan. Ik wil geld verdienen nu. Oh, kom aan. Oh, dat loopt hier echt. Jezus. Nou, geel. Dat is altijd wel mooi. Geel-blauw. Zo. Eindelijk, eindelijk. Er komen wat meer mensen naartoe. En van waar komen die mensen eigenlijk? Hier is hier zo niks. Geen parking, niks. Die komen hier. Allee, ik denk dat we. Ja, zie, we hebben al een doel gehaald. Van beginner toch? Nu moeten we nog genoeg bezoekers krijgen, maar ik heb geen reclame. Ah ja, ik vind niet. Waar staat dat ergens, die reclame? Maar dit wil ik toch even eens gaan checken, want. Zo kunnen we nog jaren bezig zijn. Maar staat die nergens? Allee, kom aan. Eindelijk. Ja, kom, laat maar zitten met die reclame. Ze zullen ook zo wel binnenkomen, zie je. 340 al. Parkwaarde. 40.000 bijna. Dus, dat is wel goed. Hey, hey, hey. Houdt hier wel een beetje netjes, hè? Ja. Propere boel weer hier. Parking. Parkinginspecteur. Man, jij moet helemaal niets besproeien. Je moet dat hier opkaasen. Wat sta jij nu voor een? Dat maakt me nu even niet uit, want met bloemen gaan we niet die doelen niet halen. Zo. Ik denk dat ik ook. Ja, we zouden best al ook al iets te maken voor het eten, want ik denk dat die dan weer gaan zeggen van ja, ik heb honger. Kom aan, waar ik kan hier geen eten vinden. Bla 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 bla. Ik moet niet weten ze. Dus. Die bezoekers altijd.
Maar kom, dat lijkt me allemaal goed. We gaan ze hier blij houden, dus. Zo. Hoe gaan we het noemen? Bazige burgers. Dat lijkt me wel een goede naam. Drie wagentjes, man. Kan dat niet wat meer? Want we hebben hier al zo'n lange lijn. Nou, ja, komt eindelijk wat volk op. Yay! Oh, favoriete attractie van 23 bezoekers al. Van die schrap. Nou, ziet er goed uit. Ja, ik denk dat we nu een eind gaan breien. Ja, we zitten al ver genoeg. Anders gaat YouTube weer ja, zitten zagen van ja, je video is te lang. Dus als je het een leuke video vond, kun je een groen duimpje geven. Dat helpt mij enorm en Auroplay Games ook. En als je meer video's wilt, kun je ook altijd abonneren. Dan kun je ze altijd makkelijk terugvinden op YouTube. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video dan. Daag!